en welkom bij deze nieuwe video. Ik heb weer een nieuwe video en vandaag wordt het een storytime. Ik zie jullie na de intro. Yo! Goed jongens, welkom bij deze video. Het is even een tijdje geleden, 2 weekjes ongeveer. Maar vandaag is deze video er. En ik wil even zeggen dat ik jullie heel erg heb gemist. Ik ga trouwens, zoals ik al eerder heb gezegd, niet volgende week, maar die week daarna. Tot 7 juni, oftewel 7 juni tot 11 juni ga ik dan lekker uploaden. Omdat ik dan ook jarig ben en dan wordt het een verjaardagsvlog. Maar goed, ja, ik zit hier om een hele andere reden natuurlijk. Want, ja, ik ben weer thuis. Ik ben naar het ziekenhuis geweest. Zoals jullie wel wisten, dat hebben jullie op een livestream of een video van mij gezien. Toen ik Fortnite deed. En toen zei ik dat ik naar het ziekenhuis ging. Maar ik zei niet waarvoor. Zover ik weet. Maar ik ging naar het ziekenhuis voor mijn epilepsie. Ja. Want ik ben de laatste tijd van de trap gevallen. Heel vaak gevallen. En dat ik buiten bewustzijn werd. En dat ik niet wist wie iedereen was. En hoe en wat. Dus daar is onderzoek naar gedaan. Ik heb plakkertjes op mijn hoofd gekregen. En daar is een EEG van gemaakt. Oftewel wat er in mijn hoofd gebeurt. En daar blijkt dus uitgekomen te zijn dat het de spanning is. Het is geen epilepsie. Gelukkig, want dan gaat er ook niks kapot in je hoofd. Ben ik heel blij mee. Maar het was nog wel heftig. Het was ook niet altijd leuk en even makkelijk. Maar het was gewoon heel gezellig. We hebben spelletjes gedaan. Allemaal leuke dingen. Maar je zit daar maar wat. Je kan niet veel. Je zit ergens in een kamertje. Eerst moest ik in een kamer zitten. Daar werd ik aangesloten aan het apparaat. Dan mocht ik ook niet weg. En ik mocht hem zelf ook niet afsluiten. Dat was niet leuk, maar het was 1 of 2 dagjes. Voor mij was het 1. Voor de ander 2. Voor de ander 3. Dat kan allemaal. Maar voor mij was het 1 nachtje. En daar zat ik aan. Toen daarna ging ik naar een andere kamer. Toen werd ik in de gaten gehouden met camera's. Aan de ene kant ging dat goed. Aan de andere kant was het ook niet leuk. Want elke keer werd je wakker van het geluid van de camera. En je hebt ook allemaal lichtjes daar, dus de geluiden, want we zaten naast het PEC Zwolle stadion. Ik weet niet of ik kijkers heb die in Zwolle wonen. Dat. Maar dat was ook niet altijd even leuk. Ik had ook allemaal spul in mijn haar, wat ik ook nog een beetje heb. Maar het is niet anders. Het was nogal heftig, maar we hebben wel een leuk spelletje gedaan. Pesten. Ik was naar activering geweest. Activering is echt heel leuk. Er zijn vooral oudere mensen. En ik moet zijn ook heel erg bedanken voor de inzet die ze hebben gedaan. En alles bij elkaar. Daar wil ik ze heel erg voor bedanken. En ik kan niet zeggen wat ze voor mij hebben precies gedaan. Maar ik waardeer wat ze doen en ook voor de stagiaire. Ik ga de naam niet noemen, maar heel erg bedankt daarvoor. En ik heb het ook wel naar mijn zin gehad. Soms moest ik even weg omdat er iemand een aanval kreeg en alles bij elkaar. Dus bij mij is het er gewoon uitgekomen dat het de spanning is. Dus dan loopt de spanning bij mij zo hoog. En dan tot hoger, hoger, hoger. En dan gaat het hoger en hoger en hoger. Dus dat. En dan val ik weg. Maar het is niet heel heftig. Er kan niks ergs gebeuren. Het is alleen dat er in mijn hoofd even een storing is. En dat het gewoon te druk is. Bij drukte kan ik dan een aanval krijgen. En dat ik gewoon weg ben. Dat is het meer een beetje. Maar voor de rest gaat het wel zijn gangetje. En ik ben nu ook bezig met dit. Ik zal hem even die kant op draaien. Hup. Oké. Ik zal het beeld even deze kant op zetten. Hup. Daar is mijn nieuwe PC. Ik ga hem nog niet helemaal laten zien.
mijn nieuwe toetsenbord. Dus dat gaat ook alweer de goede kant op. Maar jongens, daar komt ook nog een exacte video over. Zo, ik zal het beeld even... Hupplakee. Daar komt ook weer een exacte video over. Maar gewoon, het gaat nu weer goed met mij. Geen epilepsie. Het is gewoon een spanning. En ik hoop dat we daar iets tegen kunnen doen. En ik wou zeggen dat er ook heel veel mensen, psychologen, die gaan mij ook allemaal helpen. Dus maak je geen druk. Ik kan geen beschadiging krijgen. Dus dat komt allemaal goed. En nou ja, ik red me wel. Ik wil jullie even op de hoogte stellen. En ik... Het is heel lastig. Maar ik ga gewoon volgende week misschien... niet volgende week, maar volgende week. Ga ik misschien lekker vloggen. Gewoon sowieso met mijn verjaardag hoor. Maar dan ga ik ook mijn verjaardag vieren. En dat komt allemaal info later ook. Maar ik wou ook even zeggen dat ik met de zomer... Want we gaan misschien een zwembad kopen. Zo'n hele grote. En zo'n grijze. En ik wil dat ook lekker gaan filmen. Dus dat we lekker gaan zwemmen en zo. Dus dat wordt heel leuk. Maar zo leuk is dat wel. Gewoon lekker bezig. Maar ik ga ook heel veel in de tuin doen. Je weet hoe dat gaat. Gewoon lekker chill. Lekker chill. Dus dat. En ik heb gewoon een zware 2 weken gehad. Maar ik kom er nu gewoon gelukkig doorheen. Ik... ben nu thuis, zoals jullie kunnen zien. Ja, hier ben ik thuis. Jullie herkennen de muren ook, zoals jullie kunnen zien. Mijn bed. Het is nog een beetje een rotzooi. Sorry daarvoor, excuses. Maar het gaat weer de goede kant op. Dus dat. Ik zie jullie bij de vlog van de zomervakantie en van mijn verjaardag. Dus dat wordt heel erg leuk jongens. En ik hoop jullie dan te zien. Vond je deze video nou leuk? Laat dan zeker een blauw duimpje omhoog achter. En abonneer ik echt even. En zet het belletje ook even aan. En dan hoop ik jullie te zien bij de vlogs. Later! Yo yo! Hoi hoi!